Wat Harry Potter is voor de boekliefhebbers, dat is de Xbox voor gamefans. Dat zal u misschien niet zoveel zeggen, maar de Xbox 360 staat bij vele gamers bovenaan het verlanglijstje. Ja, de nieuwe spelcomputer was in Amerika al binnen een dag uitverkocht. Een aantal winkels in Nederland ging afgelopen nacht om 12 uur open. En voor de deur stonden toen al tientallen gamers te trappelen van ongeduld. Dit is hem dan, de allernieuwste Xbox 360. De echte diehard gamers doorstonden afgelopen nacht de kou om de spelcomputer als eerste te kunnen kopen. Je hebt hem gereserveerd, dan kan je morgen het ook halen. Zou kunnen, ja, maar dan kan ik er nu al mee spelen. Dus je gaat zo meteen als je hem hebt gelijk spelen? Waarschijnlijk wel. Ben je zo fanaat? Ja. Er komt een nieuwe Xbox, maar ik vind er geen moer aan, maar mijn zoon vindt het geweldig. Morele support noemen we dat maar. Digifan in Haarlem opende speciaal voor de nieuwe Xbox om klokslag 12 uur de deuren. De meeste gamers hadden de spelcomputer al maanden van tevoren gereserveerd en konden niet wachten tot ze hem eindelijk in handen hadden. Zijn de mensen wel wijs om hier om 12 uur heen te komen? Natuurlijk niet. Helemaal gestoord. Maar ja, daar gaat het toch ook om. Iets speciaals ervoor maken. Ik sta hier. Lucky you, ik kan hem meenemen. Echt. Mijn dag kan niet meer stuk, ook al is hij net begonnen. Op de Bonnefoy naar de winkel gaan heeft eigenlijk geen zin meer. Door alle reserveringen is de spelcomputer nu al uitverkocht. Zal meteen als je thuis komt gelijk spelen? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja. Gelijk slapen zit er denk ik niet in. Maar... ja, geweldig toch? Ik heb morgen de hele dag vrij, dus geen probleem. Straks, wat de weergoden ons komend weekend gaan brengen, Piet Paulusma vertelt het u. En in shownieuws het laatste nieuws over de manager van Fraukje de Bot en Jasmin Sendar. Sidney B. zit vast op verdenking van afpersing.